huidige meter die veel mensen hebben, de jaargelezen meter. Daarmee kan een particulier bij zijn thuis zien hoeveel hij op jaarbasis heeft verbruikt. Het verschil met een digitale meter is dat je met een digitale kunt zien hoeveel elektriciteit jij afgelopen 3 uur hebt verbruikt of afgelopen kwartier, afgelopen dag. Doordat mensen specifieker hun data kunnen opvragen, gaan zij kunnen zien van ja, binnen ons huishouden, waar gaat er veel elektriciteit naartoe? En het geeft u eigenlijk de mogelijkheid om je elektriciteitsverbruik te laten dalen. Samen met EcoPower en EnergieID willen we eigenlijk daar een oplossing bieden voor onze coöperanten om daar zo slim mogelijk mee om te gaan met die nieuwe digitale meter. Er komt nieuwe informatie en die informatie kunnen wij als energieleverancier gebruiken om onze coöperanten het meest interessante tarief aan te bieden voor hun elektriciteitsafname. Maar het gaat zeker en vast niet alleen over wat is het goedkoopst. Het gaat eerder over wat is de meest efficiënte manier om met energie om te gaan. Zo is er de applicatie, de tool, waarbij wij op wijkniveau voor een bepaalde buurt kunnen zien hoeveel er wordt verbruikt aan elektriciteit en van waar die elektriciteit ook komt. Komt die elektriciteit van buiten de wijk of komt die elektriciteit van binnen de wijk? Hier in Gent bijvoorbeeld duurzame stroom. In dat project heb ik ook willen bekijken of het deze buurt zelfvoorzienend kan zijn samen met de zonnepanelen die nu al in de buurt zich bevinden. De elektrische wagens die buurt zich bevinden hier. Dat is deelwagencoöperatie Partago die daarmee bezig is binnen het WiseGrid-project. De bedoeling is ook om die elektrische deelwagens zoveel mogelijk op zonnestroom van de buurt ook te laten rijden. En we proberen die wagens op te laden op het moment dat de zon schijnt.